Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Deze video is een babykleding shoplog. Want mijn dochter die groeit op het moment super snel. Ze is nu 9 maanden oud. En ze groeit gewoon uit al haar kleding. Dus ik moest gewoon echt als de wiede weer nieuwe kleding scoren. Maar ja, aangezien natuurlijk alles dicht is, is het een beetje lastig. Maar ik heb gewoon alles online gescoord. Alle dingen die ik laat zien zijn van Koko Noko, de wintercollectie, op een paar items na. Laten we maar snel beginnen met deze shoplog. Ik begin even met een paar basics. En dat zijn dan in dit geval de rompertjes van de Zeeman. Ik haal deze altijd, omdat ik die gewoon toch het allerfijnst vind. En dat is die met die drukkertjes aan de zijkant. Want ja, je weet zelf, het is altijd een gevecht met die kleintjes om een armpje of een hoofdje er doorheen te douwen. En ja, dit maakt het dan net eventjes wat makkelijker. Ik haal dan wel altijd de organic sokjes. Dit zijn de sokjes van Bambino. Deze haal ik altijd. Ja, en ik zweer gewoon bij deze sokjes. Nog een slaapzak van de Prenatal, die met die regenboogjes erop. En afneembare armpjes. Deze was 22,99. Maar ik heb hem in de uitverkoop gekocht. Volgens mij heb ik er maar €15 voor betaald. Dan heb ik nog een paar losse items gekocht. Elke keer als je ergens bent, dan neem je natuurlijk toch altijd wel wat mee. Deze heb ik al een tijdje liggen. Deze is gewoon van de HEMA. Niet iets bijzonders. Gewoon een soort van sweater met, ja, wat zijn het? Balletjes. Prijskaartje zit er niet meer aan, dus dat kan ik je niet vertellen. Maar ja, ongeveer gemiddeld ligt de prijs voor een shirtje bij de HEMA rond de €15. Dan heb ik een soort van two-piece setje. Het is een beetje lastig te laten zien, maar ik denk dat je het idee wel begrijpt. Dat is op dit rompertje heb ik dat gekocht. Gewoon simpel met streepjes. En daar gaat dan dit overheen. En er zit aan de achterkant ook zo'n leuke strik. Is gewoon een jurkje. Maar dat is wel echt heel erg schattig. Alleen deze valt een beetje groot. Dus die moet ik nog even een tijdje bewaren. Dan heb ik nog 2 broekjes van de Zeeman. En dan ga ik over op de Koko Noko. Ik heb deze een keertje gescoord. Het is een soort van pantalonnetje met een zwart biesje aan de zijkant. Die vond ik wel heel erg schattig. Dan heb ik nog deze van de Zeeman meegenomen. Deze heeft ze namelijk op het moment in haar maat die ze nu draagt. En dat vond ik zo'n fijn broekje dat ik hem ook in een maatje groter heb meegenomen. Want zwart is altijd fijn. En dit is een soort van ribbroekje. En dan een beetje fluweelachtig. Ik hoop dat jullie dat zo kunnen zien. Ga ik nu over op de Koko Noko collectie. Daar heb ik aardig wat van gekocht. Maar ik had 40% korting. Dus de prijzen die ik nu ga opnoemen. Ja, daar heb ik het niet voor gekocht. Maar dat zijn natuurlijk wel de originele prijzen. Dus ik vertel het er wel eventjes bij. Maar ik had volgens mij 40% korting. Dus ja, dat scheelt natuurlijk enorm. Aan het einde van deze video laat ik alle Koko Noko items nog een keer te zien. Maar dan heeft mijn dochter Bente deze aan. En dan kan je dus de combinaties en alle outfits nog een keertje op je gemak bekijken. En dat is echt super schattig. Dus blijf zeker kijken. Het is de moeite waard. Item nummer 1 is gewoon een rode sweater met een leuk detailtje op de mouwtjes. En dan met het logootje van Koko Noko hier in het zwart. Deze was €20. Dan heb ik nog een rood shirtje. Met Koko Noko in het midden, in het grijs. En dat leek me wel heel erg leuk op die grijs-zwarte pantalon. Uit bij mijn favoriet. Deze vind ik echt zo erg leuk. En daar heb ik over getwijfeld. Ik had hem eerst niet besteld. Maar toen dacht ik, oh, ik vind hem eigenlijk zo leuk. En waarom heb ik hem niet besteld? Toen ging ik weer op die site kijken van Koko Noko. En toen had ik 50%. Ja, hey. Toen was ik over de streep. Toen heb ik hem alsnog besteld. Dat is deze. Dat is van dat fluweel ook, met Koko Noko helemaal aan de zijkant. En elastieke onderkantjes, dat vind ik heel erg fijn voor die kleintjes in de winter. En daar hoort dit vestje op. Het is eigenlijk dus gewoon een trainingspak. En die heeft dus ook op de mouwen helemaal Koko Noko staan met gouden detail. Het broekje is €20. En het vestje was volgens mij wel wat duurder. €29. Dan heb ik nog een soort joggingpak van Koko Noko. Het is een beetje een sportieve look. Dat vind ik bij mijn dochter het leukste staan. Ook vaak dit soort broekjes vind ik gewoon bij die kleintjes het lekkerst. Ik vind spijkerbroekjes bij een babytje. Ja, ik vind dat nooit zo mooi staan. En ja, dit zit gewoon lekker comfortabel. En daar hoort dan deze op. Een sweater. Ook met het roze detailtje, net zoals in het broekje. Deze trui is €22. En het broekje komt uit op €20. Dan heb ik nog wat basics gekocht. Deze zwarte, gewoon simpel. Met een goud detailtje. En natuurlijk gewoon Koko Noko erop. En met die drukkertjes aan de zijkant. Daar ben ik gewoon echt fan van. Deze was €16. Nog een soort basic zwart shirtje. Maar dan met een leuk glitterdetail in het midden van de shirt. En dat vond ik wel heel erg schattig. En dan zit hier het Koko Noko embleempje. Met roze drukkertjes aan de bovenkant. En deze was €16,99. En die heb ik gecombineerd met deze broek. En ja, deze lijkt vrij veel op de broek die ik net liet zien. Maar toch net niet. Kijk, ik zal ze even naast elkaar houden. Dit is de broek die ik nu net liet zien. En dit is de broek die ik hiervoor liet zien. Kijk, die heeft die details aan de binnenkant zitten. En geen elastiek aan de onderkant. En deze, die heeft dus de detail aan de zijkant. En wel elastiek aan de onderkant. Voor dit shirtje heb ik €16 betaald. En deze broek was €20. Dus eigenlijk zijn bijna alle broeken gewoon €20. Nu komen alle Koko Noko outfits nog een keertje mede mogelijk gemaakt door mijn model Bente.